Ja, dames en heren, sinds kort doen wij de video-update. En dit keer, het is toch wel bijzonder. We zijn namelijk in het Field Lab. Dat is niet helemaal waar, maar de persoon die het gezicht naar buiten en naar binnen is, is Pieter Lubberts. Pieter, welkom. Ik zie mooie posters achter jou. Vertel even voor de mensen die jou niet kennen, wat is eigenlijk jouw achtergrond? Ja, goedemiddag. Je bent in het kantoor van Backbone, Backbone International. En mijn bedrijf produceert voor organisatoren festivals, bedrijfsevenementen, sportevenementen, eigenlijk in de hele breedste zin van het woord. We doen heel veel festivals waarbij we de technische productie doen, technisch tekenwerk, maar ook alles wat te maken heeft met infrastructuur en tijdelijke infra, dus wat wij dan noemen overlay management. Ja. En dat doen we voor evenementen als SAIL Amsterdam, de Dutch Grand Prix, Sensation hebben we jarenlang mee getoerd en zou in 2020 ook weer plaatsvinden. Helaas niet doorgegaan. Mistyland, Tomorrowland. Eigenlijk in de breedste zin van het woord, corporate sport festival. Ja, en nu, dat klinkt veel te flauw, maar je hebt even wat tijd over. En hoe kom je dan uiteindelijk in het Field Lab terecht? Hebben ze jou gevraagd? Heb je jezelf aangemeld? Nee, ik ben daarvoor gevraagd, maar dat ging eigenlijk op een hele natuurlijke manier. Overigens is elke dinsdag zitten we hier ook met het hele Field Lab team. In het begin was dat dinsdag en donderdag. Alleen we hebben ook wel besloten dat we ook wat thuis moeten werken. Dus op dinsdag is dit het kantoor van Field Lab. En ik ben eind juni gevraagd door Marcel Elbersen, voorzitter van de stuurgroep Field Lab evenementen, om programmamanager te worden. En hij heeft mij gevraagd, we kennen elkaar sowieso heel goed, maar ik ben nogal breed georiënteerd als het gaat om evenementen. Dus bij mij is het niet alleen maar festivals, het is ook niet concerten, het is niet alleen zakelijk. Maar eigenlijk de hele breedste zin van het woord heb ik als persoon zelf ervaring in. En als backbone zijn, dan doen we dat soort dingen ook. Ja. Dus had zoiets van, ja, we moeten eigenlijk iemand hebben die in de breedste zin van het woord wel onze sector kan vertegenwoordigen in Field Lab. Voordat we in de spanning van het interview dat nu echt gaat volgen vergeten. Maar bedankt voor al jouw inzet en al jouw uren die je erin stopt namens denk ik een hele branche. Maar wat doet de programmamanager eigenlijk binnen het Field Lab voor evenementen? Ja, toen van tevoren werd gezegd van toen ik zelf ook vroeg van wat ga ik dan doen, toen was het eigenlijk, ja, je moet het team aansturen om te zorgen dat we uiteindelijk weer open mogen. En dat was nogal een brede functieomschrijving. Ja. Als je mij nu vraagt van wat doe je eigenlijk allemaal en wat heb je de afgelopen maanden gedaan, dan vind ik dat soms zelf ook wel eens even moeilijk om uit te leggen, ook aan mezelf. Maar we zijn begonnen met een startdocument wat is opgesteld door de stuurgroep. En in dat startdocument stond van we moeten argumenten gaan verzamelen om uiteindelijk een soort van alternatieve set van maatregelen te gaan samenstellen waarmee we de toen geldende maatregelen, waarvan een deel nog steeds geldt, en het belangrijkste daarvan was de 1,5 meter maatregelen, om daar een goede alternatieve set van maatregelen voor samen te stellen. Ja. En dat is eigenlijk waar we met een programmateam met 6 man en daaromheen natuurlijk heel veel mensen die erbij betrokken zijn, waaronder een hele hoop wetenschappers, waaronder Andreas Vos als onze hoofd adviseur van het Radboud MC, zijn we aan de slag gegaan om met dat startdocument eigenlijk eerst een soort risicoanalyse te gaan doen. En op basis van die risico's die er zijn, en wij hebben dat dan even de besmettingsrisico's bij evenementen genoemd, wat kunnen we daar nou tegen gaan doen en met wetenschappers aan de slag om te zeggen van hoe kunnen we die risico's eigenlijk verkleinen, waardoor we weer veilige en verantwoorde evenementen gaan organiseren, maar dan wel los van die 1,5 meter maatregelen. Want dat is voor het economische model voor evenementen onhaalbaar. Ja, en op dat moment zitten we nu ook zo'n beetje. Hè? De testevenementen zijn afgekondigd. Sterker nog, het werd zelfs in de persconferentie door premier Rutte nog een keer herhaald. Hè? Van dat we dat sowieso gaan doen. Maar nu zitten we waarschijnlijk aan de vooravond van een verlenging van toch wel een pittige lockdown. Gaat het dan ook nog door? Was ook een van de binnengekomen vragen. Nou, dat is een goede vraag. En dat is eigenlijk waar ik de afgelopen week, als je dan vraagt waar ben je de afgelopen week druk mee geweest, dan is het die discussie rondom de pilot-evenementen waar we op aan het werken zijn. Van gaan die door? Minister-president Rutte heeft gezegd, de pilot-evenementen gaan we sowieso doen. Toen hij aankondigde in december dat we die mochten gaan houden in januari. En eigenlijk zit hij nog steeds op dat standpunt. Maar er is wel natuurlijk een discussie van, kun je als je de lockdown verlengt, kun je dan uitleggen aan het publiek dat je nog steeds pilot-evenementen gaat houden om mensen bij elkaar te brengen? Nou, wij vinden van wel, want wij vinden het heel belangrijk dat je nu, eigenlijk hadden we dat natuurlijk veel eerder moeten doen, maar je moet niet uitstellen om inzichten en data te gaan verzamelen waarmee je op termijn weer open kan. Als we nu uitstellen, ja, dan betekent dat weken uitstel en dat resulteert in maanden. En we weten allemaal hoe lang we nodig hebben om evenementen voor te bereiden. Dus
Ja, wij vinden van wel. En we vinden het ook omdat we nog steeds op een hele veilige manier die pilot-evenementen kunnen organiseren. En het is daarnaast, denk ik, van groot belang, ook voor de maatschappij, niet alleen voor onze sector, maar ook van de maatschappij, dat je ook een perspectief gaat bieden. Ja. Dus de discussie is zeker gaande, laat dat duidelijk zijn. Maar we merken eigenlijk wel ook binnen de overheid dat men zegt, ja, we zullen op een of andere manier toch moeten zorgen dat we die evenementen door moeten laten gaan. Maar de DEF-beslissing ligt niet bij ons. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat de overheid wel echt erachter staat om te proberen dat we het wel door laten gaan. Ja. En vanuit wat ik snap dat je dat nog niet helemaal kraakhelder kunt zeggen, het gevoel komt in ieder geval over dat het nog best wel zou kunnen dat ze meegaan ook in dit verhaal. Gaan ze ook mee in het verhaal wat je ook veel in de branche hoort van ja, als er dan toch één tak van sport is in Nederland die zo gewend is om ontmoetingen te regisseren, te organiseren, te controleren. Is dat al een keer gevallen? Is het helder wat we eigenlijk kunnen en dat dit juist ook de branche is om hiermee te testen? Ja, ja, dat is een hele goede vraag. We hebben in het begin, toen we begonnen met FieldLab, was het absoluut niet duidelijk wat we als sector eigenlijk kunnen. Waartoe we in staat zijn, hoe professioneel we omgaan met de veiligheid van onze bezoeker. En we hebben in het begin ook een customer journey opgesteld die zeg maar in grote lijnen eigenlijk wel vertegenwoordigt waar elk evenement zakelijk of publiek of een festival of een sportevenement eigenlijk wel aan kan voldoen. En hebben ze ook uitgelegd dat je eigenlijk, als je naar een evenement gaat, in een hele gecontroleerde omgeving terechtkomt, waar alleen maar professionals bezig zijn om die veiligheid van die bezoeker te waarborgen. Ja. Wij zijn ook een sector dat als er zaken zijn die je risico hebt, dan gaan we daar gelijk op acteren. En dan gaan we daar gelijk een oplossing voor bedenken. Het zij op voorhand, het zij op het moment dat iets gebeurt. Wij zijn gewoon in staat om heel snel te reageren. Dat maakt het ook voor ons in het begin wel heel frustrerend om af en toe met de overheid te praten over het feit van ja, wij zijn gewend om iets gelijk bij de horens te pakken en daar een oplossing voor te bedenken. Wat er nu speelt met corona, zet de overheid natuurlijk ook voor heel veel duivels en dilemma's. Waarvan wij denken, ja jongens, als we dat bespreken en daar een oplossing voor bedenken, dan kunnen we weer verder. Zo zitten wij als sector in elkaar en als evenementenbakers. Ja, dat is soms wel moeilijk uit te leggen aan de overheid. En daar hadden we in het begin heel veel moeite mee. Daar hebben we ook heel veel tijd in gestopt om dat uit te leggen. Dat besef is er ook ontzettend, merk ik. Dus ze zien ook ons als een hele professionele organisatie en een sector die heel goed weet wat de beveiligheid van de bezoeker is. Hoe merk je dat, maar, dat er van een frustratie naar dat besef is gegaan? Hoe durf je dat te concluderen? Omdat ze nu de discussie niet meer zo is van ja, maar jullie moeten even wachten of jullie er is op dit moment wat aan de hand aan met risico's en wij gaan daar eerst even zelf over nadenken en komen dan bij jullie terug. Ze voelen ook heel erg dat wij echt wel een toegevoegde waarde kunnen zijn in die denkwijze. Maar het is wel zo dat het voor iedereen heel nieuw is wat zo'n coronavirus nou eigenlijk met mensen doet. Ja. En elke dag, of op een bepaald moment was het maandelijks en later werd het wekelijks en nu is het eigenlijk dagelijks, komen er nieuwe inzichten die weer een blik op de toekomst kunnen werpen. En, ja, dat maakt het lastig om mee te bewegen, maar ook om eigenlijk continu aangehaakt te zijn, maar we zijn wel echt ontzettend onderdeel van de dialoog en van de gesprekken en dat is ook nog wel eens anders geweest. We hebben heel veel moeite gehad om met VWS en RIVM aan tafel te zitten om onze inzichten en onze vragen te stellen of om met onze oplossingen te komen. We zien wel in de afgelopen maanden dat gesprek gewoon heel erg goed is en dat ook VWS ontzettend meedenkt en onze inzichten gewoon graag wil zien en met ons meedenkt om daartoe te komen. Ja, dat is ook de winst van dit hele traject, als ik jou zo hoor. Dan zijn er echt stappen in gezet. Ja, ja, je ziet, het is een beetje vergelijkbaar dat je nu op dit moment heel veel reacties ziet van waarom wordt de evenementensector niet betrokken bij bijvoorbeeld vaccinatieprogramma of testprogramma. Ja. Als je gewoon goed gaat graven, dan zie je eigenlijk dat een heel groot gedeelte van de branche juist wel al betrokken is bij dat hele traject en die logistiek. Ja. Het zou beter zijn, en ik denk dat we daar met z'n allen heel veel van geleerd hebben, dat je als sector eigenlijk nog meer een gezicht moet krijgen richting de overheid. Ja. En ik denk dat corona er wel toe heeft bijgedragen dat we als sector veel meer een gezicht gaan hebben. En ik denk dat we daar wel op door moeten beduren in de komende tijd en in de toekomst. Ja. Om ons nog meer te profileren in Den Haag voor een volgende pandemie of een volgende crisis, waar we natuurlijk als sector heel veel aan bij kunnen dragen. Ja, je hoopt het niet, maar als ik jou zo hoor, dan zie je nu inderdaad veel ad hoc, ook wel in de regio zie je oplossingen. Het zou zo mooi zijn als ze dat als branche omarmen en zien wat we kunnen.
Die neem ik even voor mijn rekening. Ja. We kregen nog een hele heldere vraag binnen, die eigenlijk ook wel ligt in het trajectmatig aanvliegen. Want nu komen er dus testevenementen. Er is al een social distance lab geweest, hè, in Amsterdam, in de Cromout Hall, geloof ik. Smart Distance Lab. Er zitten ook al wat gegevens. Ja. Je hebt internationaal al wat dingetjes. Maar wat gebeurt er nu met testevenementen, dat wat daaruit komt, die data? Is daar een soort van routekaart voor, net als dat er een routekaart is voor het virus aan zich? Je ziet ook met de resultaten van Smart Distance Lab, en er is ook Unlock Amsterdam, is een initiatief geweest in de gemeente Amsterdam, samen met Stage Entertainment, Johan Cruijff Arena en het Rijksmuseum. Het concretiseren van die data, dat wordt de grootste puzzel die we met elkaar moeten gaan leggen. Van tevoren hebben we natuurlijk heel erg gezegd van ja, wij als dit de uitslag is van een pilot evenement, dan lijkt het ons dat dit de uitslag moet zijn waar we iets mee kunnen. Hè? Hoe vertaal je dat naar maatregelen? Wat ik net al in het begin zei, wij zijn veel sneller in die gedachtegang. Heb je inzichten, heb je data, dan kun je er oplossing voor bedenken, kun je aan de knoppen draaien. Ja. Nou, wij merken dat we in het hele grote speelveld van de samenleving en van het coronavirus, dat er eigenlijk zoveel inzichten elke dag bijkomen, dat het voor VWS of voor de overheid, of nou, laat ik maar eventjes de overheid noemen in zijn geheel, best moeilijk is om onze data van tevoren al te zeggen, op voorhand, van als dat eruit komt, gaan we linksaf. Of als X de uitkomst is, dan gaat Y gebeuren. Ja. Het is wel zo dat we daar middenin zitten, want dat is de vraag die we zelf ook stellen. We hebben die pilot-evenementen en daar komt data uit. Dat is voor ons als sector heel erg interessant om te hebben, want die hebben we niet. Maar het moet wel ergens toe leiden. Ja. En ik kan niet een concreet antwoord geven dat we zeggen van ja, we hebben dit van tevoren afgesproken, als dat eruit komt, gaan we dan doen. Maar we zien wel steeds meer dat we met elkaar die dialoog hebben met VWS en met Justitie en Veiligheid en alle andere betrokken partijen. Dat ze zeggen, oké, die data worden dusdanig interessant. Daar kunnen we niet alleen voor de evenementensector iets mee, maar misschien ook wel voor andere onderdelen van de maatschappij. Ja. Dus heel concreet kunnen we er niet in zijn. Dat maakt het voor ons soms lastig, omdat wij echt gewend zijn om heel concreet met oplossingen en maatregelen te komen. Maar we merken wel dat we steeds meer mee worden genomen in die beslissingen en dat gedachtegoed. En dat we steeds meer vragen krijgen over ja, die pilot events. En wat als dat eruit komt, wat is jullie conclusie dan? Maar dat is het allermoeilijkste stuk van eigenlijk Field Lab. Van hoe krijgen we dat doorvertaald en krijgen we dat gevangen in maatregelen? Ja, dat moet ook belangrijk hebben. Die pilot evenementen zijn ook niet het doel. Nee. Dat moet een middel zijn om uiteindelijk die set van maatregelen te kunnen samenstellen. En je merkt wel dat iedereen, ook VWS en andere mensen binnen de overheid, kijken van oké, heel erg interessant wat die data gaat zijn, want daar kunnen we iets mee. Mm-hmm. Dat is al een heel goed teken. En dan heeft de ondernemer toch de overheid meegekregen in iets wat iets sneller nog naar een opening zou kunnen dan behalve dat het virus ingedampt is, zeg maar. Er is wel echt hoop dat die testevenementen ook echt iets teweeg gaan brengen, waardoor je net iets sneller weer wat meer kan organiseren. Ja, en de vraag is of dat sneller is of dat we juist meer capaciteit kunnen creëren. We weten allemaal dat er op dit moment gewoon echt heel veel aan de hand is en de besmettingsgraad echt gigantisch hoog is. Dat die lockdown wordt, we weten natuurlijk niet officieel, maar we kunnen ervan uitgaan dat die verlengd wordt. Komt wel ergens vandaan. Dus of we sneller open gaan, dat weet ik niet. Het is in ieder geval dat we niet later open gaan dan we eigenlijk zouden mogen. Ja. En dat de argumenten die we bij elkaar verzamelen er wel voor gaan zorgen dat we, denk ik, is mijn verwachting, met toch weer een wat meer gezondere capaciteit die evenementen kunnen gaan organiseren. Ja. Bij deze video publiceren we de wapenfeiten van het Field Lab evenementen nogmaals een keer erbij. Dus we zetten alles nog één keer op een rij voor de kijker ook. Ik ben wel heel benieuwd, gewoon als event professional, wat je ook gewoon bent, en natuurlijk dan als vooruitgeschoven post. Wat is je eigen gevoel, je visie? Waar hou jij je aan vast? Waar zit voor jou het perspectief nu? Bij mij schippert het een beetje tussen realisme en hoop. Ik vind dat we wel met een positieve blik naar de toekomst moeten kijken, zodat je kan denken, er gaat iets gebeuren. Ik weet ook zeker dat we iets gaan kunnen. Ik vind het alleen heel lastig om te zeggen dat is 1 mei of dat is 1 juni. En ik denk dat we in die periode echt wel wat aan het doen zijn. We gaan straks gewoon weer onze evenementen voorbereiden. Maar daar zitten natuurlijk zoveel
facetten aan vast die eerst geregeld moeten worden. De een is het virus moet die besmettingsgraad moet naar beneden. Het sneltestenprogramma moet gewoon helemaal ingeregeld zijn. Daarnaast is het heel belangrijk dat er ook een garantiefonds gaat zijn. Voor als we wel weer het lef hebben om dingen te gaan organiseren, moeten we wel een soort van vangnet hebben. Omdat uiteindelijk, als er dan weer toch iets gebeurt wat buiten onze macht ligt en de overheid. De overheid wordt gedwongen door het virus om weer een beslissing te nemen. Ja. Ja, dan kan het niet zo zijn dat we alsnog als sector onderuit gaan, omdat we die risico's weer hebben genomen. Dus er zijn zoveel facetten bij elkaar die nog ingeregeld moeten worden, dat ik, als het gaat om realisme, dat ik wel denk, ja, we gaan weer wat doen. En ik weet ook zeker dat we in de zomer ook weer met elkaar een biertje staan te drinken op een festival. Mm-hmm. Wat dan de capaciteit is van zo'n festival, of in exact welke vorm, die vind ik nog te moeilijk. Daar heeft niemand eigenlijk een antwoord op. Maar ik heb wel echt wel goede hoop dat we straks weer weer aan evenementen aan het werk zijn. Ik ben zelfs een beetje bang van wat er gebeurt in de tweede helft van de zomer. Ja. Als organisatoren misschien wel hun festival niet in deel 1 willen organiseren, maar deel 2. Ja. Helemaal helder. En ik ga je ook weer loslaten, want straks worden de mensen in de branche boos dat ik jou voor je werk afhoud. Maar ik heb nog wel één laatste vraag. Want je triggerde me een beetje door het garantiefonds. Daar wordt al redelijk wat over gecommuniceerd. Er wordt al een beetje over geschreven. Als ik het lees, lees ik eigenlijk alleen maar de branche van de festivals en de publieke evenementen. Wordt daar in die gesprekken die nu gaande zijn ook al gesproken over bijvoorbeeld congressen of beurzen? Worden we nu als branche geheel meegenomen of splitst de branche zich weer in tweeën? Het garantiefonds is niet een onderdeel van Fieldlab. Met Fieldlab zoeken we echt naar een set van maatregelen waarin we op een veilige manier weer evenementen kunnen maken. Maar dat is wat mij betreft voor de hele sector. Dus we praten natuurlijk vaak over de zomer en dan praat je over festivals. Ja. Ik hoop dat we in Q1 en zeker al in Q2 al een groot deel van de zakelijke evenementen en theatervoorstellingen en bioscopen en een klassiek concert en een congres toch op een bepaalde manier weer mogelijk kunnen maken. Dat is ik zou mezelf schamen als ik alleen maar over festivals zou moeten praten. Dus Fieldlab stelt zich echt volledig in voor de hele sector. Er is niks uitgezonderd daarin. Dus of festivals niet mogen in de zomer, dat twijfel ik. Maar het is net zo belangrijk dat een theater open kan of dat een zakelijk congres kan plaatsvinden. Dus daar is geen twijfel over. Dus wij focussen ons niet op de zomer. Nee. Het garantiefonds is... Sorry? Nee, ga verder. Oké, het garantiefonds is echt vanuit de Alliantie en het eventplatform. Een van de speerpunten waar op dit moment heel veel gesprekken over gevoerd. En toen we in maart in de corona-periode terechtkwamen, toen zijn er gesprekken geweest met de overheid. En daar zijn drie pijlers benoemd. En een van is het opstellen van protocollen naar aanleiding van de maatregelen die op dat moment gelden. Ja. Twee is steunpakketten. En ik denk dat je daar het garantiefonds nu onder moet gaan scharen om te zeggen van ja, dat is een onderdeel van het gesprek. En de derde was Fieldlab evenementen. En daar focus ik me op. Maar ik heb niet het gevoel dat het alleen maar draait om de festivals. Dat is natuurlijk, dat zou een gedachte kunnen zijn. Maar dat komt wel omdat het gaat in de festivals in de zomer. Ja, daar gaat natuurlijk zo godschuwelijk veel geld in om. Dat net lijkt alsof het alleen maar gaat om dat deel. Maar dat is volgens mij niet het uitgangspunt. Nou, goed om te horen. Nogmaals, heel veel dank voor al jouw inzet en al jouw uren. Ik doe een lekkere loze belofte. Wij organiseren ieder jaar de Beach Brunch Barbecue voor alle event professionals. En daar komen altijd 600-700 mensen samen. Du moment dat het toch maar weer kan daar op het strand van Scheveningen, dan ben je onze eregast. En dan doen wij dat biertje waar je zo naar verlangt, die doen wij voor jou in de rest van de avond. Wat zou dat mooi zijn dat we elkaar dan live ontmoeten. Ik ga zorgen dat ik niet zelf hoef terug te rijden. Dus we regelen een hotel voor je. Ja, gezellig. Ja, super. Dankjewel. Super. Dankjewel, Pieter. Dankjewel, hè. Hoi.